Hallo, ik ben Joris Bengelvoort, ik ben de burgemeester van Winterswijk. En ik vind het ontzettend leuk om jullie welkom te heten hier in ons nieuwe VVV Inspiratiepunt. Dit is een van de nieuwe inspiratiepunten die in de Achterhoek opgeleverd wordt, maar dit is de allereerste die klaar is. En ik vind het heel leuk dat ik die nu al aan jullie mag laten zien. We hadden een hele mooie opening gepland, maar helaas door het coronavirus laat die nog even op zich wachten. Maar via dit filmpje kunnen we toch wel even binnenkijken. Kom, we gaan. Welkom in VVV Inspiratiepunt Winterswijk. Mijn naam is Gine de Gronde en ik ben vestigingsleider van deze VVV. Nou, op dit inspiratiepunt brengen wij Winterswijk tot leven. Nou, dat doen we met brochures zoals je gewend bent van de VVV. Maar nu ook met video, met een projectiescherm, met een digitale kaart waarop mensen zelf hun eigen fiets- en wandelroute kunnen samenstellen. Of de agenda van 100% Winterswijk kunnen inzien om te kijken wat er allemaal te doen is. Nou, verder hebben we Winterswijkers gevraagd om hun tips in te spreken. Nou, dat vind je hier terug in deze verhalenboom. Maar we hebben ook kijkers waardoor mensen naar de dieren van het Nationaal Landschap kunnen kijken. Of een wand met vondsten uit de steengroeven. Dus het is een hele andere manier om Winterswijk te laten zien. Nou, we zijn ontzettend trots en heel erg blij op dit eindresultaat. En we zijn dan ook de partijen die ons hierbij financieel ondersteund hebben enorm dankbaar. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Nou, dat is de gemeente Winterswijk, dat is een leadersubsidie en dat is Achterhoek Toerisme. En Achterhoek Toerisme is ook de partij die in de hele Achterhoek die transformatie van VVV naar gastvrijheidspunten en inspiratiepunten begeleidt en coördineert. En Manuel Heeseman, directeur bij Achterhoek Toerisme, vertelt hierover in zijn vlog. Goedendag allemaal, mijn naam is Manuel Heeseman, ik ben directeur bij Achterhoek Toerisme. En ik ben ontzettend blij en trots dat ik in het kader van de oplevering van het eerste inspiratiepunt in de Achterhoek in Winterswijk kort iets dat ik jullie mag zeggen. Ongeveer 2,5 jaar geleden zijn we dit traject begonnen. We hebben vele gesprekken gevoerd met de VVV's bij ons in de Achterhoek om te kijken en te komen tot een transitie van informatievoorziening naar inspiratievoorziening. En we zijn niet alleen in de regio gebleven, we zijn ook bij Groningen in Groningen wezen kijken en we hebben ons licht opgedaan in Zeeland, waar we kennis maakten met Patrick Poli, destijds directeur van VVV Zeeland, die daar al de eerste inspiratiepunten had gerealiseerd. Nou, Patrick begon voor zichzelf en we hebben gevraagd of hij dat concept ook niet naar de Achterhoek zou willen brengen. En daar heeft hij volmondig ja tegen gezegd en heeft hij met beide handen aangepakt. En met steun van de lokale VVV's, met steun van onze organisatie en met steun vanuit de vrije tijdsagenda die wordt gedragen door de gemeenschappelijke gemeenten, de samenwerkende gemeentes in de Achterhoek, is iets fantastisch tot stand gekomen. Voor nu wil ik alle medewerkers, de vrijwilligers, het bestuur van de VVV in Winterswijk ontzettend complimenteren met dit resultaat. Ik zou zeggen, probeer er toch van te genieten en dan hopen we dat we snel de deuren kunnen openen en er toch nog een mooi seizoen met elkaar van kunnen maken. Geniet ervan. Het ziet er natuurlijk fantastisch uit, maar de VVV is niks zonder de mensen die er werken. Dus ik ben nog even ontzettend trots op al die vrijwilligers die hier achter de balie zitten en al onze gasten die fantastisch goed op weg helpen. Wij hopen natuurlijk dat wij weer heel snel onze deuren kunnen openen voor bezoekers en inwoners. Jullie zijn in ieder geval van harte welkom.